denk, ik hoop tenminste dat dit, dat ik dit nooit meer ga meemaken. En dit is misschien wel de meest bijzondere dag van mijn leven geweest. Want dit had heel anders kunnen aflopen. Helmonder Paul Smulders en zijn reisgenoten zijn zaterdagochtend teruggekeerd in Nederland, nadat ze woensdag voor het Tanzaniaanse eiland Zanzibar een scheepsramp overleefden. Thuis bij zijn ouders vertelde een nog zichtbaar aangeslagen Smulders voor de camera van EDTV zijn verhaal. Met welk gevoel sta je hier nu in de tuin? Nou, toch met een heel blij gevoel. De afgelopen dagen, eigenlijk sinds het bootongeluk, dan verkeert er een soort van roes. Eerst waren we op Zanzibar, toen zijn we teruggebracht naar Dar es Salaam, hebben we een dag gewacht op de ambassade. En nu zijn we vannacht teruggevlogen naar Schiphol, opgehaald door familie en nu ben ik lekker thuis of bij mijn ouders. En dat is toch heel erg fijn, dat je eindelijk een beetje rust hebt. Heb je de ergste schrik al een beetje kunnen verwerken? Ja, dat ging vrij snel. Dat was vooral de eerste avond dat die schrik er nog echt in zat. En dat je eigenlijk nog lag te trillen in je bed. En de schrik gaat er nu echt wel uit. Het besef wat er nou eigenlijk gebeurd is en dat jij dit hebt overleefd, dat komt wel steeds meer. Wat gebeurde er eigenlijk toen je op de boot zaten? Nou, er kwamen een aantal heel flinke golven. En twee keer ging het goed. Gingen we echt schuimen, bleven we varen. De derde keer kapseisde die. Dus we waren aan het varen en toen ging je echt zo. En toen hebben nog veel mensen geprobeerd naar boven te klimmen om tegengewichten te bieden. Maar dat lukte uiteindelijk niet. En ik zat links, in het midden. Ik zat op een plek waar geen ramen waren. En ik dacht wel, toen al die mensen omhoog aan het klimmen waren en toen ik een gegeven moment het water binnen zag stromen aan de onderkant, toen dacht ik van, nou wordt het serieus. En nu moet ik echt aan de bak. En ik ben toen redelijk snel gedoken in het water. Natuurlijk het voordeel als Nederlander dat je goed kan zwemmen. En het is me na ongeveer een halve minuut is het gelukt om eruit te komen, want ik zat ergens waar geen ramen waren, dus ik kon geen uitgang vinden. Maar een gegeven moment, hij was zo dan, zo is hij het eerste gedeelte erin gezonken en toen is hij echt helemaal gekanteld en toen kon ik aan de zijkant eruit zwemmen, toen zag ik lichter water en toen kon ik eruit zwemmen. Maar ben je niet in volledig blinde paniek als je zoiets gebeurt? Ja, dat zou je eigenlijk denken. Toen ik eenmaal het water zag, toen dacht ik oké, dit is het en nu gaat het erom. En je hersenen en alles in je lichaam draait dan echt op volle toeren. Maar ergens bleef ik heel erg, ik bleef gewoon eigenlijk heel erg rustig. Mm-hmm. En ik weet niet of het vandaan komt, waarschijnlijk reageert iedereen op anders op zo'n crisissituatie. Maar ik bleef heel erg focussen en nadenken, oké, wat moet ik doen? Ik moet nu zorgen dat ik ga duiken en dat ik uit die boot kom. En ik ben eigenlijk de hele tijd heel erg rustig gebleven. En ik denk dat dat wel positief is, omdat je dan helder kan blijven nadenken. En ook kan blijven concentreren op wat belangrijk is. En zo min mogelijk energie verspilt. Eenmaal boven water wist Smulders zichzelf in veiligheid te brengen op het gekapseisde schip. Het onderste gedeelte dat normaal echt onder water zit, dat stak nu boven het water uit. Daar ben ik naartoe gezwommen. Op een gegeven moment is het me gelukt om door je met de juiste golf op een gegeven moment mee omhoog te gaan. Om me eraan vast te klampen. En toen heeft een Afrikaan die al op het schip zat, die heeft me erop getrokken. En toen zat ik veilig, droog. En er waren vier reddingssloepen eigenlijk. Bootjes van 5 bij 5 meter, rubberen bootjes. En het is toen die Afrikanen gelukt om een van die rubberen bootjes, die zaten allemaal met touwen vast aan ons schip, om die naar ons toe te trekken. En toen zijn we met ongeveer 10 van de 15 mensen zijn we in zo'n rubberen bootje gesprongen. Er zaten al een paar mensen. En toen er eenmaal in zaten, is dat touw losgesneden en zijn wij met 14 mensen uiteindelijk zijn we in die rubberen boot zijn we weggevaren. Volgens de officiële gegevens waren er zo'n 290 passagiers aan boord. 145 mensen konden worden gered. Maar volgens Smulders zaten er veel meer mensen op de boot. Ze ontbraken de namen van een groot aantal Westerse toeristen op de passagierslijst, waaronder die van hemzelf. Iedereen daar aan boord had een leeftijd van 18 tot en met 30, denk ik. En dat waren allemaal mannen. Terwijl op de boot net zoveel vrouwen waren. Er waren veel kinderen aan boord. En toen ik op die reddingssloep zat, we hebben 2 uur rondgedreven tot we werden gered. We waren de laatste boot. Dan heb je al wel wat tijd. Je bent nog wel bezig om te overleven, hoor. Maar je hebt nog wel wat tijd om na te denken.
En toen dacht ik al, dit is echt een enorme ramp. Want als wij hier alleen maar met die jonge mannen zitten, waar in hemelsnaam zijn de rest van de mensen? Ja, heb je nog mensen uit water kunnen halen ook? Of? Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Wat daar dan ook een rol bij speelt, is dat ik heb lenzen en ik heb -6 en -5. En die lenzen ben ik meteen, toen de boot onder water ging, tijdens het zwemmen ben ik die kwijtgeraakt. Dus ik zag vrijwel niets. Dus ik was eigenlijk zelf ook al een beetje op anderen aangewezen. Smulders zat vanwege het laat aan boord gaan op een andere plek op de overvolle boot dan zijn 3 reisgenoten. Wat er met hen gebeurd was, bleef lange tijd onduidelijk. Nou, uiteindelijk zijn wij van dat reddingsvlot gehaald door de echte reddingsboot. En daar zag ik mijn vrienden op. En dat was echt een enorme opluchting. Want op het moment dat ik op dat reddingsvlot aan het, over de oceaan aan het varen was, toen speelde ik wel echt met de gedachte van, ik denk dat ze dood zijn. En als je ze dan daar terug ziet, dan is dat geweldig. Ik moet ook wel zeggen dat we nog niet meteen het idee hadden dat we echt veilig waren. Want elke keer als de boot drenkelingen ging redden, dan ging je stil liggen en dan ging je echt enorm op en neer. En je kan je voorstellen dat je een lichtelijk trauma hebt van boten die enorm op en neer gaan als je net zoiets hebt meegemaakt. Dus dat waren ook nog wel echt heel spannende momenten. En het was eigenlijk pas toen we echt koers zetten naar Zanzibar en in rustiger water terechtkwam, dat wij elkaar aankeken en dachten van ja, we gaan dit wel overleven. Lees maandag meer over Paul Smulders en de scheepsramp in Tanzania in het ED.